De Amerikaanse choreograaf William Forsythe is terug te gast in de single met zijn Forsythe Company. Die company zet sinds een jaar of 10 het werk verder dat hij in het begin van de jaren 80 al aanzette met Ballet Frankfurt. Met dat ballet heeft hij eigenlijk het aanzien van de danswereld compleet veranderd. Met veel kleine thema's en in allerlei verschillende modi weet hij een betoverend palet van mogelijkheden binnen de dans te ontsluiten. De enige voorwaarde daartoe is dat je als kijker ook mee wil stappen in dit verhaal. Forsythe heeft met zijn dansers de onvastheid van ons denken en van onze vormen doorploegd. En dus eigenlijk ook de onvastigheid van de menselijke geest doorploegd. Dat heeft heel vaak zeer fascinerende beelden opgeleverd. Bijvoorbeeld als we terugdenken aan de vroegste carrière, Eidos Telos, Alien Action, maar zeker de laatste jaren ook werken als Hydrotopia of Cider of Human Rights bijvoorbeeld. Dat werk, dat belangwekkende werk, is ook buiten de danswereld zeker niet onopgemerkt gebleven. De laatste jaren hebben verschillende bekende musea en tentoonstellingsplekken hem gevraagd om zijn installatiekunst, die hij al een tiental jaar bedrijft, om die te tonen. Ik denk daarom dat het colloquium over zijn werk van de laatste 10 jaar niets te vroeg komt.